We zijn nu in een cruciaal moment in de uienteelt. De ui gaat over van de loofase naar de bolfase, dus van de vegetatieve groei naar de generatieve groei. De bol moet voldoende voedingsstoffen en suikers naar zich toe krijgen om een goede bol te vormen. Hierin speelt kalium ook een hele belangrijke rol. Dus we schakelen ook van de A-bak met de stikstof, de calcium en de magnesium over op de B-bak, waar de kali, stikstof en zwavel in zit. We staan nu bij een perceel uien, lichte grond. Afgelopen jaren deden we gewoon water geven met de regenhaspel. Maar je moet heel vaak terugkomen, omdat het zand zo snel het water kwijt is eigenlijk. Arjan Leber is een nieuwe teler op het gebied van fertigatie. Dus in de winter ben ik regelmatig even langs geweest. We hebben gekeken wat gaan we de ui geven, wat ligt er aan de basis. Door middel van mijn fertigatie heb ik een schemaatje opgesteld wat we wekelijks gebruiken om de groeihoeveelheid stikstof en andere voedingsstoffen toe te dienen. Dus dat is eigenlijk het plan wat we vooraf hebben liggen. En dan doordat Piet Jan elke week komt kijken, kijken we gewoon in het gewas van nou, zitten we op de goede weg? Moeten we wat meer of wat minder? Moeten we een beetje bijsturen? Bij de bolfase is het ook belangrijk dat de ui voldoende vocht en mineralen tot zijn beschikking heeft. Bij het vocht kijken we naar wat verdampt het gewas en wat zit er voor vocht in de grond. En hier gaan we door middel van het water geven op sturen. En daarnaast geven we ook de voedingsstoffen mee die er nu in de plant moeten zitten. Ja, we zien nu best wel wat verschil in de percelen. We hebben 5 percelen uien en 2 daarvan hebben we fertigatieslangen liggen. Dit perceel waar we nu voor staan hebben we redelijk op tijd aan kunnen zetten. En je ziet gewoon dat je continu door kan groeien en dat je daardoor een mooie loofontwikkeling hebt. Daar kan ik wel meegeven, hoe eerder je het aansluit, hoe meer profijt je er ook van hebt uiteindelijk.